Christuskerk in Reuver. Net als op vele andere plaatsen in Nederland zijn wij vanavond bijeengekomen om allen te gedenken die hun leven hebben gegeven in de strijd tegen onderdrukking en geweld. Met name gedenken we vandaag allen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Allen die wij vandaag gedenken, schroomden er niet voor terug om hun leven te geven voor het kostbare goed van de vrijheid. Vrijheid, geachte aanwezigen, is een kostbaar goed. Echte vrijheid heeft immers altijd met respect voor de menselijke waardigheid. Echte vrijheid heeft immers altijd respect voor de menselijke waardigheid tot uitgangspunt. Echte vrijheid, en nu citeer ik Paus Johannes Paulus II, geeft plaats aan solidariteit en openheid jegens anderen en de dienst aan hen. Een dergelijke vrijheid die gefundeerd is in een diep respect voor de ander, ligt aan de basis van een menswaardige en liefdevolle samenleving van mensen. Vrijheid heeft daarom altijd ten diepst een relationele dimensie. Het gevaar hierbij is echter altijd dat bij de vrijheid vaak deze relationele dimensie uit het oog wordt verloren. Als dit gebeurt, als deze relationele dimensie uit het oog wordt verloren, dan bestaat het ernstige gevaar dat vrijheid ontaardt in egoïsme of het recht van de sterkste. Als afschrikkend voorbeeld wil ik alleen maar noemen de rassenpolitiek van de bezetter in de Tweede Wereldoorlog, die haar weerzinwekkend hoogtepunt vond in de dood van miljoenen onschuldigen in de concentratiekampen. Vrijheid is een kostbaar goed. Daarom is het vanzelfsprekend dat we elk jaar opnieuw met dodenherdenking eraan herinnerd worden waartoe een verkeerde opvatting van vrijheid kan leiden. Elke keer worden wij persoonlijk opgeroepen ons af te vragen: ga ik op een verantwoorde wijze met dat kostbare goed van de vrijheid om? Hierbij, lieve aanwezigen, moeten wij voortdurend alert zijn. Want ook in onze tijd zijn er tekenen die tot bezorgdheid aanleiding geven. Ik denk hierbij aan de groeiende intolerantie ten opzichte van minderheden in ons land. De voortdurende verslechtering van de positie van kwetsbaren, zoals bejaarden, kinderen, zieken en gehandicapten. Ik denk daarbij ook aan de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, omdat enkelen in hun ongebreidelde zucht naar financieel gewin de grenzen van het redelijke overschrijden. 67 jaar leven wij in vrijheid. Voor deze vrijheid, waar ieder in zijn menselijke waardigheid wordt gerespecteerd, daarvoor hebben velen hun leven gegeven. Hen willen wij op een hele bijzondere wijze gedenken. Daar zijn wij dankbaar voor. En op onze beurt willen wij ons voor die solidaire vrijheid blijven inzetten. Elke dag opnieuw. In ons werk, thuis, in de buurt waar wij wonen en ook elk jaar weer opnieuw met de dodenherdenking.